Hi, ik ben Jos, ik ben 24 jaar, ik kom uit het mooiste Groningen. Mijn trouwste vriend is mijn hond, hij heet Snipes. Mijn hobby is MMA. Mijn werk is, ik ben fotograaf, ik fotografeer, ik videografeer, ik leef grafisch werk. Daarnaast eigenlijk alles binnen de creatieve sector ben ik wel in thuis. De reden dat ik meedoe aan Mr. World is eigenlijk omdat ik in het verleden heel erg ben gepest, last van heel veel problemen heb gehad, ook mentale problemen. En een voorbeeld wil zijn voor mensen die niet de stap durven te zetten om te gaan bereiken wat ze zelf willen. Hi, ik ben Jos. Mijn SDG is SDG 10. Het gaat over ongelijkheid. De reden dat ik deze heb gekozen is omdat ik heel veel ongelijkheid in mijn leven heb ervaren. Zowel op gebied van racisme als op gebied van wie ik ben, aangezien ik metroseksueel ben. Ze zeggen ook wel dat ik de metro man ben. Dus mijn bepaalde trekjes, maar wel hetero. Eventjes snel toegelicht, ongelijkheid is wereldwijd. Dus overal heb je last van ongelijkheid. Ik heb het hier in het Arabisch geschreven. Spreek voor zich op gebied van oorlogen. In het zowel Oekraïens als in het Russisch, schrijf in hetzelfde, heb ik het ook geschreven, vrijheid. Ik heb LHBTQ++ geschreven, omdat heel veel mensen ongelijkheid ervaren hierin. En binnen de subcultures weten mensen ook wel wat ongelijkheid ervaren is. De reden dat je vlekken erin zit, is niet omdat ik mijn sapje eroverheen heb gemorst, maar ik heb het bewust er spetters overheen gegooid. Waarom? Omdat op elk gebied wat ik net heb benoemd, zul je zien dat als je erin gaat verdiepen, er bloed heeft gevloeid. Dit is ook het probleem wat ik graag zou willen aanpakken. Ik zou er aan willen werken dat mensen kunnen groeien, zich zullen uitspreken over wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze doen. En zich fijn in hun vel kunnen voelen en zodoende dat iedereen zich gelijk kan voelen.